Het voeren van de eendjes mag voortaan niet meer. Je hoeft maar een paar stukjes brood in de vijver in het Apeldoornse Oranjepark te gooien en de eenden drommen om je heen. Leuk, maar niet goed. En daarom heeft de gemeente op 9 plekken deze borden neergezet. Ja, duidelijke taal. En we snappen dat mensen dat misschien best heftig vinden om te lezen. Want wie heeft het niet gedaan? Maar het is helaas echt heel slecht voor de waterkwaliteit en voor de eenden. Vandaar deze borden. Van brood gaan eenden dood en brood trekt ganzen aan, staat er op het bord te lezen. En van dat laatste weten ze in de wijk De Matenhorst alles van. Al maanden zorgen daar 28 ganzen voor grote overlast. In de hele omtrek, alle grasveldjes zijn verknald door de ganzen. Geen kind kan er meer spelen, echt niet. En 's nachts de herrie die ze maken. Mensen hebben ze heel veel gevoerd. Dan, er staat nu een bord dat het niet meer mag. Maar mensen zijn Oost-Indisch doof of zo, of snappen het niet. En toch riskeren mensen die de eendjes en in dit geval ganzen blijven voeren in Apeldoorn geen boete. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bepaalde wijken in Amsterdam, waar je een boete krijgt van €70 als je betrapt wordt op het voeren. Ja, dat is een bewuste keuze. We willen mensen vooral informeren. Er zijn heel veel mensen die dit denk ik echt niet weten. Dus dit is echt om te informeren en we gaan het niet bekeuren. Morgen is het vrij zonnig met in de ochtend een kleine kans op een buitje. De wind is zwak tot matig en het wordt een graad of 20. In de avond en nacht wordt het helder en zakken de temperaturen naar zo'n 10 graden en staat er een zwakke wind. Zaterdag is het vrij zonnig en droog en liggen de temperaturen zo rond de 22 graden. Zondag is het zonnig, droog en wordt het met 26 graden een stuk warmer.